parlementslid in ons land kan niet zomaar voor een rechtbank verschijnen, zoals jij en ik. Ze zijn parlementair onschendbaar in strafzaken. Maar ze komen ook niet met alles weg. In het parlement mogen ze zeggen wat ze willen. U bent een racist. Daarbuiten is dat een heel ander verhaal. Neem nu Sihem El Kawakibi. Zij wordt beschuldigd van fraude. Ik ben naïef geweest. Maar moet ze dan niet voor de rechter verschijnen? Jawel, alleen moeten de andere parlementsleden daar wel hun toestemming voor geven. Toch hadden jij niet bepalen, hè? En dat hebben ze nu ook gedaan. Want